Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 14 december. Er trekken vandaag buien over Nederland en die buien kunnen soms pittig uitpakken. Er is kans op hagel en onweer. Tussen de buien door is er ook wel ruimte voor de zon. De temperatuur die ligt zo tussen de 5 en de 6 graden vanochtend en er staat een vrij krachtige wind boven land. Aan zee is de wind af en toe hard tot stormachtig. Overmiddag blijft die wind nog wel stevig doorstaan en ook dan kunnen er nog een paar buien vallen. Vanavond wordt het geleidelijk aan wel rustiger. De wind die zwakt wat af en op veel plaatsen blijft het droog. Er zijn ook opklaringen. Een mooi moment om misschien naar de meteorenzwerm te gaan kijken die vanavond en vannacht zichtbaar is. Maar vannacht neemt wel weer de bewolking toe en volgen stevige buien. En ook morgenochtend kunnen er een paar pittige buien vallen met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het waait sowieso hard, dus dat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. In de middag wordt het geleidelijk aan wat rustiger. En begin volgende week is het ook rustiger qua wind, maar het blijft nog wel wisselvallig. Maandag en dinsdag kan er hier en daar nog een bui vallen en vooral op maandag is er nog veel bewolking. Dinsdag wordt het opvallend zacht met temperaturen ruim boven de 12 graden.